This is a review of the Piuma, the new wing by Icaro. It is designed to be very light and simple, a single surface glider that has very easy characteristics, but is yet a very good performer. So if you're just a recreational flyer, just like me, this sounds like a great dream. Icaro has been so kind to send me their Piuma for me to test it out, but they're not paying me for it, so this is going to be a very honest review. So building up the Icaro Piuma is very basic. If you ever build up a hang glider, you know how to do this one. It's quite fast and easy and simple. There's a few features that I really like. For instance, when you hook up the front cables, there's this lever here that makes it very easy to connect it. So this is very basic and easy. And this is a very nice, clean trailing edge of the wing. Very simple and easy. The more beautiful things about this wing is tightness of the sail. It's like a drum. It's beautiful. Beautiful wing. This particular one is almost shine through, which gives it the feel of a dragonfly. Let's see how it flies. So this is my first flight with the Piuma. We are in Austria at the Schießling Ulm, beautiful hang gliding spot where I was learning how to fly. I'm back here again, excited to fly this. A little bit nervous, but I trust this wing with my life. Feels good. Let's just fly. Wow, that was the easiest start ever. So with no wind, the start is really easy, and as soon as you're in a thermal, it's just going up immediately. It is so light. I'm still flying directly over on my start. Far from ideal conditions. Whoa. Wow, what a wing. You have to test the wing in less than ideal conditions as well, of course. And this wing performed exceptionally well. The wind and the air were very rough, but this wing was very controllable, very sensitive to my input. Did everything I wanted to do and was still easy to land. I love it a lot, really. Ja, echt een heerlijk toestel. Kan niet anders zeggen. Het is echt een, echt een fijn toestel. Ja. Voor een enkeldoeker, ja. Voor de fijnste enkeldoeker die ik ooit gevlogen heb. Ja. Ja. Want hij is ook gemoedelijk, hè? Hij is heel gemoedelijk. Ja. Hij is heel gemoedelijk. En de afwerking is gewoon heel erg mooi. Kijk, hè. Ja, het is net een libel, toch? En dat, zo vliegt hij ook eigenlijk. Als je vliegt, voel je meer een soort heel licht insectje.
Het voelt allemaal heel licht. Dat vind ik echt een verschil met mijn eigen vleugel. Voel ik me zwaar, alles op snelheid, dat heeft deze natuurlijk niet. Maar wel heel lekker fladderig, licht. Hij stuurt met twee vingers. Hij stuurt met twee vingers, ja. 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 Ik weet niet wat Piuma betekent trouwens. Veertje. Ja, ja, goede naam. Ja, en wat natuurlijk ook een enorme pre is, is de snelheid waarmee je dat ding opbouwt en afbreekt. Hè? Het is echt, hoeveel latten zijn er? Zes. Dus drie keer dit doen, aan één vleugel. En drie keer de andere en je bent al klaar eigenlijk. Wat een wing. De Icaro Piuma.